Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van die Pokémoning met Sandering. Oké, ik heb mijn opname een beetje te laat aangezet, dus sorry. Je bent een loser boy. Je zei de opname staat aan, toen raakte ik in paniek van oh nu al en toen ja. Ja, en ik zei daarvoor vroeg ik of je klaar was. Ja, maar. Dus je loog. Man. Ik had niet OBS ervoor staan, nee. En toen dacht ik, kut. Toen dacht je, ha, zo ver klaar. Ja, dat dacht ik wel, ja. Ik ga zo'n lelijke vangen. Ga je een Yamper vangen, want die zit niet eens in deze game. Oh, ik bedoel de Floatzel. Ja, dat is ook wel lelijk, ja. Yo! Floatzel! Ik weet dat je lelijk bent, maar dan hoef je nog niet in de bal te zitten, hè? Oh, nou. Voor mij vind je Floatzel niet zo leuk als ik hem beledig. Nee, hij is zo'n loserball. Dat doe ik net alsof er mensen zijn die, of Pokémon zijn die dat wel leuk vinden. Maar, dat maakt niet uit. Zo'n Floatzel, dat zijn van die coole boys en coole girls. Ik heb echt net niks aan trouwens. En coole boys en coole girls? Nee, iets anders. Ja. Niks. Ja, dat zei ik. Ik heb zo'n Geodude gevangen, Sandring. Oh, die moet je laten zien aan iemand. Ja, dat heb ik volgens mij al gedaan. Oh. Ik is niet. Eigenlijk moet ik er nog even één defeaten. Even gewoon eentje helemaal de pan in hakking. Ah, weer hoog. Oh, hij zit wel gewoon. Ik heb zo'n Floatzeling. Zo'n Floatzeling? Hoe jou in? Bal of mut? Dat is een mutbal. Ja. Dat is wat anders dan muntbal. Ja. Sprigatito. Wat? Zei die kat zijn naam nou? Ja, dat zei ik, ja. Ja, dat dacht ik al. Ik ben zo slippy. Sprigatito-ing. En Raymundo. Raymundo, dat zegt maar niks. Tito, Raymundo. Is dat Evolutioning? Sandering. Tito? Oh, sorry. Ik zal niet... En Raymundo. Oh, dus die Fuecoco guy. Nee. Hè? Sander. Wat? Luister nou wat ik zeg. Tito? Ja. En Raymundo. Ik ben zeer teleurgesteld. Hoor ik eens te snappen? Twister Rodriguez? Dat zegt me wel wat, maar... Waar is dat dan van, hè? Is dat van Rocket Power? Ja. Ja. En Tito is ook van Rocket Power. Oh, en ja, Raymundo? Tito, tuurlijk is het van Rocket Power. Oh, ik ben zo teleurgesteld. Dat is die Hawaii guy. Ja, en Raymundo, dat is die... Die vader van Otto en Reggie. Ja. Nu iets zegt. Duurde even. Ik wou zeggen, maar dan heb je ook... Wat? Nou, dat viel dus wel dat tegen. Dat viel vies tegen, ja. Nah, deze Drifblim, echt wat freaking. Oh, nee, maar deze ook. Weet je waar het fout gaat, Sander? Ja, dat ik even die naam niet wist. Ja, het is Driving the Blim. Oh, Sandering. Ja, dat is waar. Hoe durf je de auto te stelen? Ja, dat mag helemaal niet. Nee. Dat doe je niet gewoon. En je downloadt ook geen films. Nee, je downloadt ook geen auto, toch? Oh ja, je downloadt ook geen auto volgens mij, nee. Dat hoort gewoon niet, weet je. Ik bedoel, kom op jongens. Waarom doen mensen dat überhaupt? Het erge was dat ze die toen niet snapten. En die... Ja, die dat vind ik wel... Yeah. Dat vind ik wel heavy.
Dat ze hem er helemaal belachelijk om gingen maken. Dat ik dacht van, ja, maar dat is een fucking goede grap, dacht ik. Ja, dat is loser rings. Ja, loser rings, dat is het juiste woord. Zo'n junior mijmpje. Yo, Firestoning? Dat is voor de dat Stones. Is zo'n liedje. Van de Fire. Is Firestone een liedje? Ja, best een onbekend liedje. Firestone. Zeg maar zo niks. Wil jou nog zo'n Mr. Mime? Oh nee, Mr. Mime. Wow, fucking veel Mr. Mime junior zie je, dat wist ik niet. Wel de junior versie. Ja, dat is niks ook. Mis mee. Je houdt toch van juniors? Nou, nee. Ik heb een hekel aan kinderen. Zendering, hoe durf je dat nou te zeggen? Al je kijkers gaan er nu vandoor. Oh ja. Ik wou dus een grap maken met sorry en dan een naam. Maar ik wil dus eigenlijk niemand beledigen, dus ik doe het niet. Nou, maar wel sorry, Paddy. Ik wil eigenlijk Paddy kan dat wel hebben. Yo, Nando. Nando, kijk. Kijk eens wat ik ga doen. Een Murkrow, zeker vangen. Ja, zo'n lijpe Murkrow flavor. Boy, want die yo. Smaakt lekker, volgens mij gewoon. Zen hebben ding. Oh. Iedereen die doet mee, hè? Met die lijpe Murkrow smaak. Ja. Yeah. Ik weet dus helemaal niet hoe een Murkrow smaakt eigenlijk, hè? Fazant smaak. Oh, oké. Okay. Iedereen die doet mee in de lijping Murkrow flavoring. Ik mag Murkrow ook gewoon gebruiken. En van wie? Het is toch Darktype? Oh. Wacht, nee, niet? Jawel. Ik dacht altijd dat het Dark Flying was. Wat is hij dan? Normal Flying? Is hij Normal Flying? Lastig, ik wist het echt niet. What the frick? Of is hij Psychic Flying? Nee, hij is Dragon Flying. Natuurlijk, net als Flygon. Die geen Dragon en geen Flying is. Ik zou echt wel Flying doen bij jou. Wat? Sorry, ik was eventjes aan het stressen. Ik kan beter zo'n Great Balling. Golduck. Golding de Duck. Uk. Het is een Golduck. Golding de Duck. Die evolueert van zo'n spion eend. Ja, dat klopt, ja. De nieuwe ding van Paddy. Ik heb ook... Toen heb ik Paddy ook twee keer echt vlak achter elkaar geroast, trouwens. Omdat jij graag... Dat is niet lief. Gebraden Paddy's eet. Weer zo'n hoge, maar blijf wel even. Wist je dat Golduck dus helemaal niet goud is? Zou ik wel. En dan bedoel ik niet, zeg maar goud als in het Groningse woord voor goed. Maar gewoon goud wat als in... Wat zeg jij nou weer? Wat? Wat zeg jij nou weer? In Groningen is goud ook een ander woord voor goed. In het Groningse dialect. Die sporen niet daar in Groningen. Nou, meer dan die Drentenaren of die Frieselingen. Ja, die Drentenaren die zijn helemaal... Die hebben hun hoofd te hard gestoten aan hun bed. Kijk, ze zijn wel chill, hè, die Drentenaren. Want ik ken er een paar. Hmm. Er is wel één hele vervelende. Volgens sommigen is die zelfs vermoeiend. Die heet Sander. Oh. Nee, Simon is gewoon zo'n Grunninger. Oh, dat is dan weer. Nou, weet ik niet. Ik denk dat die Sander irritanter wordt gevonden door de meeste mensen. Ik kan me ook iets bij voorstellen. Nou, ik ook. Maar ja, dus die is dan wel kut. Maar voor de rest zijn er wel leuke mensen daar ook wel. In Drenthe. Dat is fijn. Dat is fijn dat ze bestaan. Bestaan niet. Nee, grapje. Dit wordt heel erg onoverzichtelijk nu. Yo, Crobat. Volgens mij is mijn Crobat best wel groot. Yo, dit is zo'n Yukol. Zo'n huge one. Zo'n hugge? Ja, zo... Ja. Nou, maar... Hoe raad je het? What the frick? Ik ben zo slimpie, Sander. Dat weet je nou toch wel eens. Nee, niet runnen. Dat pakt zo wel. I'm on a runaway. Dat is echt een kutnummer trouwens. Ik weet niet waarom ik hem zing.
Yo, een laag shakeje. Dat zie ik, want dan heb ik hem. You got a Golduck. Mijn eerste Golduck is gevangen. Ik heb gisteren nog heel even Among Us gespeeld, Sander. Ja, was dat leuk? Het was gezellig. Het is helemaal anders geworden. Positief. Oh, nice. Hadden jullie nou ook nog Jackbox gedaan dan? Ja, we hebben achteraf nog Jackbox gedaan, ja. Ik vond het echt jammer aan de ene kant dat ik er niet bij was. Mm-hmm. Maar ik moest echt eventjes andere shit regelen. Nou, dat geeft niks, Henry. Nou, één ding had ik wel. Ik had er ook gewoon... Als ik even niet zo dom was geweest, dan had ik er van 7 tot 8 wel bij kunnen zijn. Maar ja, ik ben dom. Kan ik niks aan doen. Ik had helemaal vergeten dat ik die afspraak had. Dat laat ik even in het midden. Nee, ik had 1 afspraak gepland, terwijl ik al wist dat ik met jullie die afspraak had, zeg maar. Alleen toen, op dat moment, hij stond nog niet in mijn agenda. Dus ik heb toen in mijn agenda gekeken. Oh ja, dat kan wel. Maar ja, spoiler, dat kon dus helemaal niet. Nee. En, sorry voor de spoilers trouwens. Ja, ik ben wel Kut. Ik ga dood. Oh nee, ik ga niet dood. Ik heb de Poeizel gevechting. Nee, dus dat. En ja, die andere, dat was nog korter gepland. Maar dat was gewoon omdat dat moest echt eventjes. Voor school. We hadden vandaag iets voor school. En we kregen gisteren uitslag van iets wat we vorige week hadden. Oh, was dat die monoloog? Ja. En ik had hem voldoende, maar 2 andere mensen uit mijn projectgroepje niet. En die wouden heel graag eventjes de feedback doornemen met ons. Nou, dus dan, ja, dat vind ik dan, dat vind ik dan belangrijker dan... Snap ik. Ja, dus dat kon echt niet. En dat andere was gewoon dom. Nou, jij had zo'n voldoening? Ja, voldoening. Nice. Was je blij? Dat was wel chill. Ja, ik was wel blij. Zeker. Waren er eieren bij? Ja. Als volgens mij wel, want ik was zo ik ben zo blij. Dat is mooi. Ja. De trots op je sandering. Nu ik nog. Nou. Nu ik nog. All around me are familiar faces. Ik zeg dus de laatste tijd heel vaak, ik heb vertrouwen in jou, nu jij nog. En ik wou dus nu hetzelfde doen, maar nu klinkt gewoon heel emo. Ja. Dat was niet helemaal de bedoeling. Oh ja, ik wou die satchels pakken. Ik was echt bijna. Ik heb echt gewoon, dit is de 3e aflevering die we opnemen nu, hè. Ik heb nog gewoon 0 progressie gemaakt. Het is niet te geloven. Oh, nu heb ik helemaal dat trouwens opgezocht, dat ene. Dat is wel fijn dat je dat wel even hebt opgezocht. Ja, maar eigenlijk heb ik daar dus nooit meer op mee gedaan. Ik kan ook niks. Hey, we hadden het net over vertrouwen, hè, Sander. Oh ja. Nu jij nog, oh nee. Ja, klopt. Huh? Lol, er stond een Luxio in de boom. Bovenop een boom. What the fuck? Magische poeder. Oh, kijk dan wat ik allemaal gevangen heb, joh. Wat heb je allemaal gevangen, Sandrine? Je bent goed, hè, in deze game. Was Weasel? In deze game. Ja, ik ben goed. Dat weet ik. Glammeow. Combi. Ja. Psyduck heb ik niet gevangen, nee. Maar Golduck dus wel. Koguk. Oh nee, dat is van die... Oké, raar. Glammeow, Sfeel, Floatzel had ik al gezegd. Crobat heb ik geëvalueerd in dit stadje. Moffim. En Pam. Drifblim. En Murkrow flavor. So what do you do now? Return to the village? Dan ga ik meteen die Glammeow quest doen. De met de Shrill in de staart. Slimpy. Ja. Oh, ik kan ook hier iets doen. Oké. Die ga ik eventjes een dingetje zetten. Dan de staart. Staat er Perfect Picking Stone? Nee.
Je bent goed bezig, Sandering. Ik ben trots op je. Headache Sticken Psyduck. Ah, dat is die medicine. Oh, Elegant Tail, die, ja. Aux Court. Wacht even, krijg je dat? Oh, Aux Evasion. Ik dacht dat het zo'n koord was. Sad. Oh, en ik kan... Waar is die Harry Potter guy? Want ik denk dat ik dus nu zo kan laten zien... Yo, ik heb zo'n Crobat. Wat vind je hiervan? En dan zeggen ze van... Wat, je hebt zo'n Crobat? Wat freaking? Niks ben ik. En dat snap ik wel. Maar dan zou ik ook wel zeggen... Zegging. Dat is Engels namelijk. Kijk hem kijken dan. Hij is echt zo'n Harry Potter. Look how pleased I am. Dat weet ik niet. Ik las Harry Potter's. Kan je niet. Heb je gisteren Runtert gezien? Ik heb dus nog geen één aflevering gezien. Ik loop echt achter. Wat? Ik heb ook al 5 seizoenen van het Sinterklaasjournaal niet gezien. Moet ik ook nog een keer bingen? Nee. Dus je gaat geen Runtert meer kijken? Nee, oké. Ik ga het wel kijken, maar ik ben nog niet begonnen. Oké. Je weet dat volgende week de laatste aflevering is? Dan ga ik hem waarschijnlijk volgende week gewoon in één keer doorkijken. Weet je dat Jordi en ik ons hebben opgegeven? Echt? Ja. Yep. Ga je dan ook kijken? Tuurlijk. Als we mogen meedoen, hè? Tuurlijk ga ik kijken. Ga je dan een reactievideo maken? Nou. Content. Ga jij zo'n reaction video maken? Nee, ik bedenk me dat nu ter plekke, maar het zou best grappig zijn. Dat is best wel goede shit. Ik bedoel, kan gewoon. Kan gewoon in. Precies. Kon je die Geodude niet bij die farm, zeg maar, ook terugnemen? Dat je zegt van, yo, ik wil eventjes eigenlijk dat een andere hier gaat werken. Volgens mij kon dat wel, maar ja, misschien moet je... Oh ja, je moet een water type bijvoorbeeld. Oh, over water types gesproken. Hoezo kan deze... Weasel moet een water type kennen. Check summary. Deze is niet 2-8. Oké, dus dan select ik die wel, ja. Vandaar dat die Geodude daar natuurlijk ook zit. Want dat is de enige die een rock type move kende, ja. Zo zijn ze. Ja, zo zijn ze. Ik dacht dat je zei, daar zijn ze. Maar... Nee, daar is de Crimson Chin. Daar is de Crimson Chin. Of is dat... Ja, dat is ook... Ja. Ja, oké. Okay. Eigenlijk moet ik even naar de pastures toe. Om te checken of ik dus van die buizels heb. Die meer dan 2,8 zijn. Anders ga ik er nu helemaal naartoe lopen. En dan zegt ze... Ah, je bent zo'n loser. Je hebt niet eens een Weasel die 2,80 is. Ja, je hebt niet eens een loser boy. Of je bent een loser boy, zeggen ze dan. Ik zeg dat niet, hè. Dat zeggen ze. Nee, ik hoor het. Ik durf niet. Ik durf het nooit te zeggen. Nee, dat had ik ook niet van je verwacht. Ik denk, Milan is wel lief. Precies. Tegenstelling al die lullo's. In deze game. 2,5 komt in de buurt. 3,5. Oh, dat is de Ponyta. Oké. Okay, nee. Erg teleurstellend. Check zo. 2,2. Klopt. 2,3. Dus maar moet er ook een makkelijke manier zijn om dit te checken. Misschien. Zo. Kan ik in ieder geval. Freaking. Wat is er aan? Steeds geen Weasel die 2,8 is. Ja, dat is kut. Die quest heb ik echt al jarenlang, hè? Dat is niet jarenlange ervaring en intensief speurwerk? Ja, dat. Dat is zo van ik vind het ook zo irritant, want ik kom dus langs die quest en dan staat er... Hé, je hebt een Weasel gevangen, die hebben we voor je afgevinkt, maar... Ondertussen... Hebben ze hem helemaal niet afgevinkt. Ja. Perfect picking stone. Ik heb geen Geodude. Shokichi de Pokémon Cherry. Ik kan nog die Ponyta doen, maar... Dat is niet handig. Mysterious Will-O-The-Wisps.
crazy guy Inks. Get a score of 100 to target the practice hosted in the... What the frick is dit? Oh, dat is zo'n minigame. Zo'n driftloom balloon minigame. Zo'n minigame. Ja, volgens mij is dit wel zo'n driftloom balloon minigame. Driving the balloon. Ik dacht dat je deze pas kreeg als je mocht vliegen. Oh, dit is een andere. Oké. Okay. Oh, je moet echt veel coins halen. Oké. Okay. Nou, dat maakt niet uit. Dat gaat me lukken. Het gaat me lukken. Ik geloof in mezelf. Sander, doe nou even lukken. Ik ga lukken. Ik heb niet heel vaak geluk. Maar het gaat me lukken. Ik geloof in mezelf niet. Maar dat maakt niet uit. Je mag ook gewoon tegenaan lopen. What the frick? Ik dacht, je moet allemaal gooien, joh. Nee, hoor. Moet je nou 100.000 hebben? Dat is wel veel. Dat is meer dan 200. Dan niet 100. Dat is meer dan wat ik heb. Ik dacht dat je 10.000 moest. Maar volgens mij moet je 100.000. Anders is het echt veel te makkelijk. Want ik ben slecht bezig, zeg maar. En ik heb 20.000. Dus... Sander, ik mag eindelijk returnen to the village om level 3 te worden. Oh, wat heeft cool. Me 3 afleveringen geduurd. Ah, oh, sad. Ik vind dat vervelend voor je. Ik gun het je zo. dat klonk er niet heel erg gemeend uit. Sorry. Ik meen het wel. Ja, Doe je mening het? Vooruit dan. Isn't that something? Oh, je moest wel 10.000. Oh, dan is dit zo'n easy ding gedoe. Zo'n easy ding gedoe? Ja, ik dacht, je moet 100.000, want ik was fucking slecht bezig. En... Oh, ik heb de evolution van LeChonk gezien. Okay, ja, dat is ook wel. Dat moet ik wel je toegeven. Mm-hmm. Je bent ook wel een beetje gefocust op andere dingen geweest. Dat klopt. Misschien mogelijk. Hè, ik wil niet kut doen. Nee, je doet ook niet kut. Je hebt gewoon gelijk. Ah, ja. You do being having gelijk in Xandering. Thank you. Xandering. Ik was dus zo nep. Bij die pastures. En toen dacht ik niet, laat ik even Bitoof meenemen. Want ik ga die Bitoof quest nog een keer proberen. Maar Sander, Subat heeft helemaal geen ogen. Huh? Nee. Jawel. Nee, echt? Are you alright? Jawel. Sorry. Misschien moet ik oprecht trouwens Crobat uit mijn team doen voor Murkrow. Ja, want die is lijp en die heeft flink. Ja, en ik heb al wat poison types en dark types heb ik at the moment nog niet echt. Ik ga het doen. Pijnlijk. Dus ga je nu een Pokémon switchen in je team? Ja. Oké. Ik moet altijd goed opletten, want nu valt het niet zo erg op, zeg maar, dat er een nieuwe Pokémon in je team komt. Dat is bij normale Pokémon is dat anders, zeg maar. Ja, en Bidoof zit erin, maar die hoef je niet op de lijn. Nee, dat doe ik ook niet. Ik zou niet durven. Nou, ja. Ik zou niet durven. Ben je zo bang voor mij? Nee, ik ben toch niet bang voor Xandering. Ja, maar ik ben bang voor... Bidoof. Zij Bidoof. Dat klonk meer als een wekkerradio, maar goed. Wat een kutwekker. Ja. Dat is zeker waar. Boring. Dat is nog net geen vis. Ah nee, net niet, hè? Jammer. Die worden wel eens opgegeten, hè? Wist je dat? Visjes? Yep. I love them. Ja? I love the fishes. Nou, mag. Oh, ik dacht even, zit die Harry Potter guy nou naar mijn
naar mijn crowbed te kijken. Maar dat komt gewoon omdat die crowbed, zeg maar, die zat dus in de pasture. Toen dacht ik, hè? Laat je die daar achter als je een friendship checkt? Maar dat was helemaal niet. Oh, gelukkig maar. Jij was al helemaal bang, Ing. Nou, ja, ik had hem net ook niet meer in mijn team gedaan. Dus ik dacht, oh, raar, maar oké. Okay. Op zich niet meer erg, aangezien ik hem toch niet in mijn team heb at the moment. Maar wel echt zonde, want ik heb er best wel veel moeite om gedaan. Nou ja, ik heb nog steeds die quest natuurlijk gewoon gehaald daardoor. Dus op dat zich maar. Niet zonde. Nee, dus ik moet niet zo negatief denken. Het is gewoon hartstikke goed van mezelf. Kijk, zo mag ik het horen. Yo, dat is van Nee, ook van Rocket Power. Jij bent power echt anti-Rocket Power, hè? Wat is dit? Ik heb Rocket Power al zo lang niet meer gezien. Toen wij vroeger altijd cartoons keken thuis, hè? Mijn vader vond alles kut, behalve Rocket Power. Ik heb Rocket Power ook misschien helemaal niet zo heel veel gezien, denk ik. Maar... Oh, ik moet tegen Glacie on, Ing. Nah, nee. SMS Glacie on. Hé, hey, dat en zo'n level 15 Eevee. Inderdaad, Ing. Je kunt haast... Ja, ik weet niet of dat slim is. Ik wou je een tip geven, maar toen dacht ik later... Ja, misschien ga ik je straks deze tip geven. En is dat helemaal niet slim. Het zou gemeen zijn. Nee, ik zeg toch op tijd van... Nee, ik ga die tip niet geven, want misschien is die tip wel heel slecht. Of is dat dan ook weer gemeen? Dat is wel gemeen, ja. Nou, dan... Ik wou zeggen... Doe zo van die... En dan die... En doe dan dat... En dan... What the fuck? Wat? Nee, ik wou... Nee, even serieus. Ik wou dus zeggen van... Kill eerst Eevee. Want die heb je zo dood. Maar toen dacht ik eigenlijk... Daarna meteen ook direct van... Wat een... Ja, maar die Glacian... Daar ga je last mee hebben. Dus misschien is dat helemaal niet slim. Nee. Ja, sorry. Wat ik ook doe... Het is nu altijd fout. Maar ik heb wel die Crobat... Dat deed ik wel goed. En dat deed ik wel goed. Weet je, je kunt niet altijd alles goed doen, zolang je maar de crowbed goed doet, zeg ik altijd. Ja, dat is wel wijsheid. Dat zeg ik altijd. Echt. Altijd. Dat kan bij jou op een tegeltje. Ja. Zo vaak zeg ik dat. Ja. Weet je wat ik wel heftig vind? We weten dus nog steeds niet of Slugma in de game zit. En wat moeten we als we Call Me Slugma niet in de game hebben? Dit is een serieus vraag, hè? Ja, tuurlijk is het serieus. Als we Call Me Slugma niet in de game hebben, dan gaan we rioten. Ja. Dan gaan we, net zoals toen bij Area 51, dat iedereen daar naartoe zou gaan. Alleen dan, zeg maar, niet naar Area 51. Precies. Oh, zo'n Burmy leaping out, Ing. Altijd die Burmings die maar outliepen, hè? Ja, dat vind ik heftig. Vind ik een beetje heftig. Geschokt, getraumatiseerd zou ik haast durven zeggen, joh. Ja, dat is niet waar. Dat zou ik ook durven zeggen. Ja, precies. Dat zou ik ook durven zeggen. Goed. Scroopy? Huh? Oh, ik vecht ook. Oh, joh. Ik vecht ook tegen Scroopy, joh. Wist je dat al? Nee. Nee, ik ook dus niet. Nee, dat wist ik eigenlijk. Ik zal je eens wat vertellen. Dat verbaasde mij dus ook al. Is een Ferb en een strandtuinfeestje? Ja, dat wil ik ook wel wat over vertellen. Weet je van Phineas en Ferb? Die hebben zo'n strandhuisfeestje. Het is voor niemand bekend wat voor feestje het nou is, hoor. Nou, oké. Dat ligt niet aan mij. Maar elke dag stelde wel zijn broer dezelfde vraag. Hé, hey Phineas, wat zullen we eens doen? We eens doen vandaag. Oké. Scroopying is zo'n nieuwe Pokémon in. Dan kan hij in de Pokédex in. En I love the Dexing van kunnen de Pokémon. In theorie kunnen Pokémonings in de Pokédex in. Ballings. Oh, ik heb die Bidoof nog mee. Oh, wat is mijn leven toch zwaar. Dat was sarcasme trouwens. Wat zullen we eens doen vandaag? Nou, Legends Arceus. Zullen we een Legends Arceus quest battle opnemen anders?
Wow, hey, Harry Potter is hier ook al. Where are you going? Ben jij in de Coastlands? Ja. Waar is Harry Potter in de Coastlands dan? Boven op de berg. Hij keek naar twee epoms. Je bent verder dan ik. Twee epoms. Ik denk dat je verder bent, maar ik heb wel meer sidequests gedaan. Dus. Ja, en meer sidequests en waarschijnlijk hoger level. En dat... Ik ben zwaar onderleveld wel hoor. Ja, maar ik bedoel hoger Pokédex level. Oh ja, oké. Okay. Hoe hoog level zijn jouw Pokémon? Ben ik nu... Meneer, ga terug naar het kamp. Ook meneer Sander. Ga de Bidoof niet uit zijn team halen. Oh, loser boy. Ja, precies. Dus dat zeg ik dus tegen hem. Van, yo, je bent een loser boy. En die guy wordt helemaal boos. Dus ik zeg, yo, chill out guy. Relax. Don't do it. When better do it. En, zou je dat ook kunnen zeggen tegen mijn hamster? Nou, dat... Ja, is goed. Volgende week of liever eerder? Nee, nu. Ik heb donderdag wel... Zeg nu dat hij moet relaxen. Hey hamster, relax. Oh, don't final do evolution it. Van de kat is gelekt. Oké, Sander. Moment van de truthing. Ik ben bang. Maar dan ben ik al van moment 1 geweest. Sander, hij is heel kut. Echt? Ja, ik zou het als ik jou was niet doen. Als je niet gedisappoint... Oké, dit geeft me Primarina vibes. Staat hij op Vipotodo? Nope. Kut, ik wist het. Ik zei het al vanaf het begin. Ik heb het oprecht vanaf het begin gezegd. En toen zei jij niet zo negatief doen. Waar je op zich een punt in had. Mm-hmm. Maar ook weer niet, want je... Bruh, je ziet wat er van komt. Doe het jezelf alsjeblieft niet aan, Sander. Dan wordt Vuwalker. Fuecoco. Die. Ja, die Vuwalk. Overigens ben ik wel benieuwd naar Quaxly. Want Quaxly vind ik kut, maar misschien is die eindeva van Quaxly wel weer vet. Oh, je bent hier. Oh, sorry. Ja, dat was niet omdat ik niet op wilde letten of zo. Dat kwam heel niet. Kut uit. Zullen we de aflevering beëindigen? Ja, is goed. Ja, ik zou wel de epoms willen doen, maar als jij zegt ik wil hem liever nu beëindigen, dan... Ik wil hem liever nu beëindigen. It's your party. Bedankt voor het kijken van mijn party. Wil je nog meer party? Yo, Mario Party? Wanneer weer Mario Party, bro? Mario Partying. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos. Doei.